Nou zit het goed slokje. Dag Mark, ik zou jou graag eens willen vragen waarom jij hier bij ACFO aanwezig bent vandaag. Ja Jeroen, dankjewel. Ik ben hier vandaag aanwezig omdat ik, even kijken, het is inmiddels weer een paar weken geleden, was ik aanwezig bij de Borrel of the Pyramid. En daar zag ik een mooi project, het Suju Water project, waar ook ACFO een sterke rol in speelt. En ja, toen ben ik eigenlijk steeds enthousiaster geworden over wat er allemaal mogelijk is via ACFO. En daarnaast ben ik vanuit mijn eigen onderneming ook geïnteresseerd in wat ACFO eventueel voor mijn startende organisatie kan beginnen. En wat doe je? Wat heb je voor een onderneming? Het komt eigenlijk voort uit mijn afstudeeropdracht. Ik ben pas geleden afgestudeerd voor mijn master bedrijfskunde. Toen heb ik een opdracht gedaan voor Philips en die willen lampen op zonne-energie gaan verkopen in ontwikkelende landen. Daarvoor ben ik onder andere naar Ghana toe geweest en daarbij ben ik eigenlijk heel erg enthousiast geraakt over de mogelijkheden van dit soort internetmiddelen om ondernemerschap te stimuleren. En zo ben ik geïnteresseerd geraakt om mijn eigen organisatie te gaan starten. Leuk. Ja. Wat zou jouw boodschap voor ACFO zijn? En de mensen die hier zo allemaal zitten te luisteren en... Mijn boodschap aan ACFO en met name de partners aan ACFO, dat zou zijn... vooral maak het transparant en... Laat de mensen gewoon duidelijk zien waar alle financiering naartoe gaat. En dat maakt het ook veel aantrekkelijker voor donoren. Want ik heb begrepen dat hier met name financieringsinstanties ontwikkelingsorganisaties aanwezig zijn. Dus ja, maak het interessant voor de mensen die investeren in de projecten die op ACFO staan. Nou, dankjewel. Dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Bedankt.